Een van harte goedemiddag en welkom bij Nieuws 1. Het is dinsdag 4 november 2014. Bestuurskundige August Boudewijn die vindt het bijzonder jammer dat vele politieke partijen pas in de verkiezingsperiode in beweging komen en tussen twee perioden geen of weinig contact hebben met het volk. Hij concludeert dat vele van de maatschappelijke groepen politieke partijen oproepen om de uitdaging aan te gaan meer jongeren en vrouwen te plaatsen op verkiesbare plaatsen tijdens de aanstaande verkiezingen op 25 mei 2015. Laat me zeggen dat ik het bijzonder spijtig en jammer vind hoor, om te constateren dat reeds jarenlang het verschijnsel zich voordoet dat mensen pas wakker worden wanneer de verkiezingen aanstaande zijn. In feite is het zo dat politieke partijen niet in slaap mogen vallen. Omdat politiek een aangelegenheid is waarbij je voortdurend met je volk bezig moet zijn. Het zij dat je met, zeg maar, sociale zaken bezig bent, bijvoorbeeld het ondersteunen van armen, doen aan wetenschappelijk onderzoek. Maar jij moet als politieke partij continu bezig zijn. En dat is dus een van de zaken die ik toch wel mis in onze democratie. Want democratie is eigenlijk de beantwoording van de vraag: hoe kom ik aan de informatie over het volk? Hoe kom ik aan informatie over de belangen van het volk? Hoe verwerk ik deze zaken naar de oplossingen toe? He, dus dat betekent dus dat je continu met jouw volk bezig moet zijn. En in mijn optiek is het zo dat men alleen maar bezig is met politiek, echte politiek voering, waarbij je dus met het volk bezig zal zijn, wanneer de verkiezingen daar zijn. En dan merk je dus dat er een heleboel politieke partijen er zijn in Suriname, die nooit hun mond hebben opengemaakt tijdens twee verkiezingsronden, dan alleen maar tijdens de voorbereiding van de verkiezingen. En dat is een beetje jammer, ja. Wij vroegen aan Boudewijn hoe hij omgaat met het verschijnsel van het over en weer stappen van politici naar andere partijen. Kijk, het punt is namelijk, zodra je in een politieke partij hier in Suriname gaat, verwachten de mensen dat ze iets zullen krijgen. Ze verwachten dat ze iets zullen ontvangen. Het zij dat ze een betere positie krijgen, een andere positie, meer geld of wat dan ook. Dat is het persoonlijk belang van de mensen. En dat maakt dus dat wanneer dat belang niet gerealiseerd wordt, men verschrikkelijk teleurgesteld is. En dan heeft men er niet zin mee te maken verder met die partij. En dan zegt men, luister nou, we gaan dus over naar een andere partij. Uiteraard is het ook zo dat mensen worden gelokt. Ik zou niet anders kunnen zeggen omgekocht. Maar mensen worden gelokt om naar een andere partij te gaan. Vooral wanneer de man blijk heeft gegeven toch wel mondig te zijn. Of inderdaad een zekere pushing power te hebben. De man is een streber. Je kan rekenen op die man. Dan zal men proberen om die man over te halen om naar die andere partij te gaan. Maar in mijn optiek is het zo dat de grondslag van dit va-et-vient, zoals de Fransman dat zegt, ligt in het feit dat zodra men lid is van een politieke partij of lid wordt van een politieke partij, men een persoonlijke zaak of belang verwacht van die partij. En dat maakt dus dat wanneer het belang niet gerealiseerd wordt, dat men zegt ik ga weg. Het is in deze regeerperiode gelukt om door middel van sociale projecten de economische welvaart van het land door te laten komen bij met name de lagere inkomensgroepen. Dat zegt dus ABOP-DNA-lid Marinus B. Volgens hem heeft de vorige regering wel gezorgd voor economische groei en monetaire stabiliteit, maar had het grote deel van het volk daar helemaal niets aan. Sta mij toe om dit in het Sranantongo te doen, omdat logo onfentaki, akondere moes op money, akondere moes paar money, maar akondere moes zorgen dat de poti wanf akondre mus ma geniet fu amoni ook to. Want uno ap not nasan tak weere tak centrale bank ap so voer moni, a regering e predig dat stabiliteit de, ma i ap tak ching e gonang a angrina skoro, ja, chino de in staat fu pai skoro, a regering di sorgu tak skoro moni vrij, tak basis en VOJ niveau, a regering die zorgt dat kinderbijslag oppo, a regering die zorgt dat AOV komoro betere. Dus alle dingen is zorgt dat inderdaad a verdien capaciteit voor a kondre boom, maar ook toe, densma ik mopo saaf saafri in a armoede.
En dat we plaatsen in aanleg voor huisvesting ook toe. Kijk, meneer Lindveld, als mens is het goed dat je een goede huisvesting hebt. Ja, kinderen moeten in staat zijn naar school te gaan, zodat hun ontwikkeling op peil kan worden gebracht. Om kansen te creëren op de arbeidsmarkt. Dat moet het zijn. Marinus B. blijft dus bij dat een regering die internationaal goed scoort, maar grote delen van het volk in armoede houdt, niet goed is voor een land. De regering Boutersen heeft volgens B. bewezen om grote delen van het volk uit armoede te halen. We hebben niks aan een regering die internationaal kan aangeven van ik heb economische stabiliteit, ik heb zoveel reserve, monetaire reserve, meer dan internationaal wordt voorgeschreven, maar dan heb je heel veel armoede. Ja? We hebben een heel mooi programma gehad in Brazilië, waarbij binnen 5 jaar of 10 jaar men meer dan 20 miljoen mensen uit de armoedesfeer hebben gehaald. Direct moeten we opgaan. We hebben niet eens 1 miljoen. Dus als het dan een land heeft, is gelukt om binnen 10 jaar 20 miljoen mensen uit de armoede te halen, nou laten we gewoon plannen dat binnen 10 jaar wij die misschien 200.000 mensen die nog steeds niet leven zoals het moet, laten we die mensen uit die sfeer halen. Met u allemaal nyawam tjinsof u akuku. Maar met u ne pretender van money day. Ja, er is heel veel geld. Maar je hebt een bevolking die niet in staat is om naar school te gaan. Ja, want ze kunnen die ouderbijdrage van de school niet betalen. Waardoor kinderen thuis blijven. In het achterland is het zo geweest dat heel veel kinderen thuis bleven. Na invoeren van NSO is dat verbeterd. Dus daar naartoe willen we gaan. En dan gaan we naar de buitenlandse informatie. 13 jaar na de terroristische aanslagen van 11 september opent het World Trade Center in New York vandaag opnieuw zijn deuren. Condé Nast, tijdschriftuitgever van onder andere Folk en Wired, neemt zijn intrek in het gebouw. Het nieuwe World Trade Center, officieel One World Trade Center genaamd, is 541 meter hoog en heeft 104 verdiepingen. Het is daarmee het hoogste gebouw van Amerika. Zo'n 170 van Condé Nast uit 3400 werknemers verhuizen in eerste instantie naar het One World Trade Center. Zij nemen daar 5 verdiepingen in gebruik. Aan het begin van 2015 komen er nog 3000 werknemers erbij. Jarenlang werd het gebied waar de Twin Towers stonden en waar door bouwvakkers nog lang lichaamsdelen werden gevonden, aangeduid als Ground Zero. De bouw van het World Trade Center heeft in totaal 8 jaar geduurd. In het gebied waar dus de vroegere Twin Towers stonden, worden 7 nieuwe gebouwen neergezet. Zij vormen samen het New World Trade Center en hiernaast is onlangs een museum geopend voor het oude WTC en de terroristische aanslagen hierop, waarbij meer dan 2700 mensen het leven hebben verloren. Patrick Foy, de eigenaar van het gebouw, zegt dat het One World Trade Center het veiligste kantoorgebouw is van Amerika. En binnen afzienbare tijd moet er een observatiedek worden geopend voor toeristen. En dokwerkers op Curaçao weigeren een schip uit Nigeria te repareren. Dat ligt nu buiten op zee te wachten om binnen te komen. De dokwerkers zijn bang voor ebola. Volgens de gemeenschappelijke gezondheidsdienst, de GGD, is er geen enkel risico en kan het schip volgens protocol gewoon binnenlopen. Nigeria is geen risicoland en het schip is al langer dan 21 dagen onderweg. Dat is de periode die gehanteerd wordt voor mensen uit risicogebieden die in quarantaine moeten. Ieder vaartuig moet voor aankomst een zogenaamd Maritieme Health Declaration Form invullen. Dat is gebeurd. En volgens bronnen is de epidemioloog Issy Gerstenblut aan boord van het schip. Hij is daar gegaan om de dokwerkers te laten zien dat het schip geen gevaar vormt. En dat was het weer voor Nieuws 1. Ik wens u nog een hele fijne dag. En u blijft nog kijken naar ons 19:30 journaal vanavond. Goedemiddag.